Wij hebben de preek en die preek, dat is dus een aparte boodschap. En de titel van vanavond is: in welke geestelijke strijd zitten wij nu? Kijk, u en ik weten natuurlijk dat we in een geestelijke strijd zitten, dat weet u. Maar vanavond gaan we het hebben over in welke geestelijke strijd zitten we nu? En tijdens het laatste weekend van augustus hebben we natuurlijk hier het thema de eindsprint met elkaar gehad. We hebben dat thema uitgediept, we hebben erbij stilgestaan. En vanavond wil ik via een andere invalshoek daar nog eens iets aan toevoegen. En de kerntekst, de Bijbeltekst die daarvoor geldt, die gaan we nu niet opzoeken, want die komt straks nog uitgebreid aan de orde. Dat is Matteüs 12 vers 43. Dus voor vanavond is Matteüs 12 vers, Matteüs 12 vers 45, dat is dus de kerntekst van vanavond. Die preek die ga ik opbouwen. Ik ga u meenemen in de context. Ik ga u meenemen in de strategie van de tegenstander. Dan wordt het alsmaar heftiger en alsmaar pittiger. En dan kan het zijn dat u halverwege de preek zegt van Kees, dit is too much. Ik ga even koffie drinken. Ik ga even naar achteren. Want hoe kom je nu hierbij om dit met ons te gaan delen? Dat zou kunnen. Maar blijf dan zitten. Ik heb u gewaarschuwd. Want dan komt op een gegeven moment in de prediking het woordje maar. En dan buigen we het positief om. Amen. En nogmaals, de preek is dus niet bedoeld om u te ontmoedigen. De preek is bedoeld om u juist te bemoedigen, te versterken en te verrijken. Amen. Dus bij uitzondering vanavond de strategie van de vijand, maar wel om u te bemoedigen en te versterken. Nou, dat is wat ik vanavond op mijn hart heb gekregen. Wat ik op mijn hart heb gekregen vanavond is wellicht een van de allerbelangrijkste inzichten in deze periode. Voor de komende periode. Dus het is een van de allerbelangrijkste inzichten die ik vanavond met u wil delen. En wat is die inzichten? Dat voor de komende periode vooral de westerse wereld volledig gaat shaken. Die westerse wereld gaat volledig shaken. U en ik weten dus dat we in een geestelijke strijd zitten. Maar het is ook goed om te weten dat u en ik dus in een individuele strijd zitten. U en ik zitten in een individuele geestelijke strijd. Maar zo erg is dat nou ook weer soms niet. Want je moet daar ook het positieve van zien. Want zonder geestelijke strijd geen geestelijke groei. Amen. Dus geestelijke strijd heeft als doel geestelijke groei. Maar wist u ook dat we een collectieve geestelijke strijd hebben? We hebben ook een collectieve geestelijke strijd. En wat is dan die gezamenlijke strijd waar we in zitten? En hoe kunnen we die winnen? Nou, dat is wat we vanavond wat met elkaar willen gaan uitdiepen. Waarom is dit onderwerp van vanavond zo belangrijk? Wel omdat als je in een gevecht zit, dan is het wel handig om te weten in wat voor soort gevecht je zit. Amen. Omdat als mensen, en dat is in het natuurlijke precies hetzelfde, niet weten in wat voor soort gevecht je zit, ja, dan is de kans natuurlijk groot dat je verrast gaat worden. Nou, dat wil je niet, want je wil dat gevecht winnen. En voor ons weten we al wat de uitkomst is, want we hebben al gewonnen. Amen. In Christus hebben we al gewonnen. We kunnen dat doorzicht hebben. Toch ook tegelijkertijd hebben we hier nog wel te maken met een pittige geestelijke strijd. Nou, die zal er niet minder op worden, maar eerder erger. Maar als wij weten dat we weten in wat voor soort geestelijke strijd we zitten, ja, dan is dat dus goed. Dan gaan wij winnen. Amen. Dus daarom is het goed om deze preek te hebben om u en mij te versterken, want het raakt ons immers allemaal. Ik weet niet hoe u de laatste jaren beleefd heeft, maar toen corona kwam in die periode, toen werd het een beetje verwarrend, vond u niet? We kregen een bepaalde periode, daar kwamen we in wat verwarrend ging werken. En het wordt de komende tijd, denk ik, nog eerder verwarrender dan dat het duidelijker gaat worden vanuit de wereld besproken. Denk maar eens aan de actuele thema's en denk dan bijvoorbeeld aan het klimaat. Denk aan de LHBHT+. Ja, je breekt je mond erover, je woorden. LHBHTQ+ beweging, zoiets is het.
erover. De komst misschien van de digitale euro. Nou, noem alle actuele issues maar op. En we krijgen te maken met een nog meer verwarrende periode. Tijd dus om met elkaar de achtergrond, de context te delen over wat er om ons heen gebeurt. Want die geestelijke strijd heeft namelijk te maken met de veranderingen die we nu om ons heen zien gebeuren. Amen. Dat is die geestelijke strijd. En welke veranderingen zien we dan gebeuren? Nou, bijvoorbeeld de verandering van onze cultuur om ons heen. Ja, die zie je veranderen. Amen. Maar ook de verandering binnen de westerse wereld. Maar ook bijvoorbeeld over wat onze kinderen op school leren. Dat is allemaal aan verandering onderhevig. Nou, u en ik weten dat dat echt allemaal geen toeval is. Want de veranderingen die nu plaatsvinden, dat is een samenhang en dat is geen toeval. Waar heeft het dan mee te maken? Het heeft te maken met de agenda van onze tegenstander. Met de strategie van onze tegenstander. En het is goed dat u en ik een steeds beter zicht krijgen op die agenda van de tegenstander. Want des te beter kunnen wij daar dan op acteren en gerichter voor bidden. Amen. Nou, we gaan naar de eerste Bijbeltekst. En dat is Efeze 6. We lezen daar over de geestelijke wapenrusting. En als het goed is, dat zien wij op de beamer. Dan gaan wij naar Efeze 6, vers 10 tot 13. En daar staat in wat voor soort geestelijke strijd u en ik zitten. Want u en ik zijn niet tegen mensen. Amen? Dat zijn we niet. Wij houden van mensen. Alle mensen zijn schepselen van God. En alle mensen worden uitgenodigd om hun hart aan de Heer Jezus te geven. Amen? En daarmee in het reine te komen en onderdeel te worden van het lichaam van Christus. Maar tegen wie hebben we dan wel te strijden? Wie is dan wel onze tegenstander? Wie zit daar nou precies achter? Wel, dat lezen we in Efeze 6. Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden. Hè, dat is het doel, dat u standhoudt, dat ik standhoud. Tegen, ja, waar tegen? Tegen de verleidingen en de misleidingen, zou je ook kunnen zeggen, van de duivel. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar waar dan wel tegen? Tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis en tegen de boze geesten in de hemelse westen. Amen. En neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te bieden in deze boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Dus u en ik worden opgeroepen om stand te houden. Amen. Wie zegt, ik wil stand houden? Ja. Amen. We hebben dus niet te worstelen tegen mensen, maar tegen overheden, tegen machten en wereldbeheersers. Maar vooral is het een zaak die beïnvloed wordt door boze geesten in de hemelse gewesten. Amen. Ja. Nou, nu gaan we starten. Oké. Mijn vraag aan u is, zou het in de kern die geestelijke machten kunnen zijn, die achter de veranderingen zitten, die je nu in de westerse wereld in versneld tempo uitgerold zien worden, zouden die ten diepste daarachter kunnen zitten? Zou dat kunnen? Laten we eens even teruggaan zo'n 2000 jaar geleden in de geschiedenis. Dus laten we zeggen het jaar nul. Wat gebeurde er nu en wat was de situatie van de wereld voor het jaar nul? Wat denkt u? Hoe zou de wereld er toen uitgezien hebben? Waar had je mee te dealen voor het jaar nul? Ik weet niet of dat u een beetje thuis bent in de geschiedenis, maar waar je ook ter wereld heen ging, en of dat nou de oude wereld was in het Midden-Oosten, of je zou naar Rusland gegaan zijn, of naar Zuid-Amerika, of waar je ook heen ging in Griekenland, overal werden afgoden aanbeden. Ja, toch? En overal was dat hetzelfde. Sterker, je maakte zelfs in Israël bepaalde periodes mee dat men afgoden aanbad. Niet de God van Israël, niet de Yahweh die wij ook dienen, maar dat ze kozen voor afgoden. Nu staat er in Psalm 106, vers 35,
Psalm 106, vers 35, vertelt ons dat de Israëlieten toen zich inlieten met de heidenen. En vers 37 vertelt dat de mensen afgoden aanbaden toen. Nou staat er in het Hebreeuwse woord daar het voor ons redelijk onbekende woord shadim. Shadim. En shadim betekent een geest, een entiteit met een wil en een bewustzijn. Shadim werd in het Nederlands vertaald met boze geesten. In Psalm 107, vers 4, staat dat de shadim dwaalde in de woestijn, op een eenzame weg. En een stad om te wonen vonden zij niet. Toen de Joodse schriftgeleerden dat woord in het Grieks vertaalden, dan zie je in het Nieuwe Testament het woord daimonia opdoemen. Daimonia. En daar komt natuurlijk ons woord demon vandaan. Dus de shadim werd bekend bij ons in de westerse wereld als demonische geesten. Im is altijd meervoud in het Hebreeuws, demonische geesten. In de periode van voor Christus, dus langer dan 2000 jaar geleden, werd dus de heidense wereld, de toenmalige wereld, sterk beïnvloed door deze demonische geesten. Amen. Dat was toen zo. Je kwam in de heidense cultuur toen allerlei vormen van bezetenheid tegen. Maar, wat gebeurde er 2000 jaar geleden? Toen kwam onze redder en verlosser. Amen. En wat gebeurde er toen? Toen kwamen velen tot levend geloof. Amen. En het evangelie onder leiding van de Heilige Geest werd verspreid. Amen. En christenen gingen over heel de wereld. En dus het evangelie werd de wereld ingezonden en het evangelie werd die heidense wereld ingezonden. Dus je zou kunnen zeggen, het woord van God ging naar die landen toe van de toenmalige mythologie. De kracht van God ging daarheen. De kracht van de Heilige Geest ging daarheen. De blijde boodschap werd verkondigd. En wat er feitelijk gebeurde, was een behoorlijke geestelijke strijd. Zie je het voor je? Logisch toch? Ja, dat gebeurde toen. En daarom, dat is de reden dat als we bijkijken in het boek Handelingen, in onze Bijbel, dat je daarin zoveel leest van voorbeelden van bevrijdingen. Ten tijde van Paulus was immers de hele stad in rep en roer. Ja toch? De mensen wilden de discipelen doden, niet vanwege hun politieke voorkeur, maar omdat ze bang waren dat de afgoden naar achteren werden gedreven, dat de afgoden verdreven werden. En de eerste christenen werden vervolgd en werden voor de leeuwen gegooid. En niet vanwege hun cultuur dus, maar wel omdat ze het toen tegengingen tegen de toenmalige afgoden. En uiteindelijk zegevierde de kracht van God, het blijde evangelie. En zo werd de toenmalige westerse wereld gekerstend. Ja, en hebben wij in onze westerse wereld joods-christelijke normen en waarden gekregen. En wat had dat toch tot gevolg? Vraag maar even aan je buurman of je buurvrouw. Wat had dat toen tot gevolg? Ja, want wat had dat toen tot gevolg? Dus die verspreiding van dat evangelie over die toenmalige westerse wereld. Nou, de tempels van Zeus raakten leeg bijvoorbeeld. De tempels van Zeus raakten leeg. Het heiligdom Dionysus raakte leeg. En het evangelie baande de weg. Amen. 2000 jaar geleden, we kennen de geschiedenis. En misschien heeft u het nog nooit zo gezien, maar eigenlijk gebeurde er toen een massale bevrijding van die boze geesten in vooral de westerse wereld. Dus het was een massale bevrijding. Heeft u het ooit zo wel eens gezien? Maar dat is wel wat er gebeurde. Dus daarom was en is de westerse beschaving dus zo geheel anders, omdat die geesten verdreven werden. Alleen, dan wil ik aan u vragen, wat gebeurde er met die geesten? Stierven ze? Nee. Wat is er dan met hen gebeurd? Met die geesten?
Het antwoord daarop hebben we net gelezen in Psalm 107, vers 4. Ze dwaalden weer op een eenzame weg. Een stad om te wonen vonden zij niet. En dit wordt dus ook onderbouwd in Matteüs 12, vers 43. Want daar staat: zodra de onreine geest uit de mens is gevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te vinden, maar hij vindt die niet. En dan vertelt de Heer Jezus verder in vers 44. Dan zegt hij, dat is dus die boze geest: ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leegstaan, geveegd en op orde. En dan trekt hij heen en neemt 7 andere geesten mede, bozer dan hij zelf. En ze komen binnen en wonen daar. En dan wordt het met die mens in het einde erger dan in het begin. En nu komt het opmerkelijke. Dus dit is het opmerkelijke. Dit geldt dus niet alleen voor individuele mensen, maar dit geldt dus ook voor het collectief. Want nu lezen we vers 45. En daar staat: alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht. Nou, die tekst kunt u onderstrepen in uw Bijbel. Dus nu gaan we van het individuele naar het collectieve. En dan staat er in vers 45: alzo zal het dus ook gaan met dit boze geslacht. Welk geslacht, Kees? Wel, het geslacht dat voorafgaand er is aan de wederkomst van de Heer. Amen. Want dat is de context van Matteüs 12. Dus nu zijn we bij de kern. En dit is dus ook de waarschuwing aan de westerse wereld en aan onze moderne wereld. Want elke cultuur, elke beschaving die dus van deze geesten is verlost en door het evangelie, door Gods woord, door de verspreiding van het evangelie, als het zich ooit van God zou afkeren, laten ze dan niet het denkfout maken dat dat huis leeg blijft. Hoeveel begrijpen mij? Laten ze niet denken dat dat leeg blijft, want het huis zal niet leeg blijven dan. Want wat er is uitgeworpen, zal weer terugkomen. Met andere woorden, de geesten uit de oude wereld, die tijdens de komst van het evangelie zo'n 2000 jaar geleden eruit werden geworpen en toen het evangelie binnenkwam, zullen dus terugkeren naar het huis. En terugkeren naar de westerse wereld, en denk dan vooral aan Amerika en Europa. De Shadim zal dan terugkomen, de demonia zal terugkeren, heidense afgoden. En ze zullen van onze joods-christelijke natieën, die zullen ze weer heidens maken. Of in ieder geval heidens willen maken. En door er een heidense cultuur van te maken. Trekken jullie het nog? Zeg even tegen je buurman en je buurvrouw, trek je het nog? Oké. Want we zijn nog amper begonnen. Dus als je wilt weten waar het met deze wereld naartoe gaat, dan is dus dit het traject, dit de koers nu van die wereld. Zeg maar tegen je buurman en je buurvrouw, wat wordt de mensheid toch enorm misleid? Toen Israël zich van God afkeerde, waren er 3 specifieke afgoden die toen in het middelpunt stonden. Wat waren die 3 afgoden? Weten jullie het nog? Dat waren Baal, Moloch en Astarte. En dat was in de periode van Izebel. 1 van die 3, dus Baal, werd ook wel eigenaar genoemd. Of dat betekent eigenlijk zijn naam, bezitter. En dat is dus wat zijn naam betekent, bezitter. Meester. In het Hebreeuws heet hij dus Baal. En wij kennen hem ook wel hier als Bel. In die oudheid was het Baal die Israël verdreef uit Gods aanwezigheid. Dus wat deed Baal? Hij dreef Israël uit Gods aanwezigheid. Hij deed Israël de Bijbel vergeten. Hij deed Israël God vergeten. En hij wilde dat de Joden zich afkeerden van God. Wat wil de tegenstander? Dat u en ik ons afkeren van God.
En dus hebben wij, net zoals Daniël, een wilsbesluit te nemen dat we er volledig voor gaan. En dat Daniël zich voornam zich niet te verontreinigen. Amen. Heeft u dat wilsbesluit al genomen? Om u niet te willen laten verontreinigen? En dat afdrijven van de God, dat is nou precies exact wat er in het Westen gebeurt. Dus hoe zou dat dan toch kunnen gebeuren? Ja, je zou dan toch voor Baal de deuren moeten openen. Nou, dat is misschien wel gebeurd vanaf de jaren 60. We beginnen hier in het Westen, toen, in de jaren 60, begonnen we eigenlijk de westerse cultuur van God leeg te maken. We zeiden, in zijn algemeenheid, hè, niet u en ik, maar in zijn algemeenheid, laten we God uit de scholen verwijderen. En dat werd een groot probleem. Want je haalt daarmee in feite God uit de toekomst weg. Uit je kinderen. En dus wat gebeurde er? U kent de waarschuwing van de Heer Jezus inmiddels. Je weet dat als je God uit de scholen weghaalt, die scholen niet leeg zullen blijven. En iets anders zal onze kinderen bereiken en beïnvloeden. Er is dus nu een geest actief die de God van Israël, de God schepper, uit alles wil verdrijven. Uit de media, uit alles. En het heeft er dus voor gezorgd dat de westerse landen God zijn vergeten. Over het algemeen gesproken. Nederland was toch jaren geleden een redelijk christelijk land. En nu, om je heen, wat zie je allemaal voor gekkigheid? En die heeft er dus voor gezorgd dat God vergeten wordt. Nou, vroeger had je bepaalde Amerikaanse films waarin nog bepaalde christelijke waarden werden bevorderd. Denk dan aan de 10 geboden of titels als The King of Kings. En alle leraren, die periode is er echt geweest, gingen de kinderen voor in gebed. Je zou het bijna vergeten. Ook hier dus bij ons in Europa. En we kunnen het ons nog nauwelijks herinneren. Baal deed Israël God vergeten. En wat is nu de toestand van onze westerse wereld, van onze christelijke wereld? Wel, als je één God hebt, dan heb je één waarheid. Maar als je vele goden hebt, dan heb je dus vele waarheden. En dat is nu precies de geest die hier in de wereldse wereld zegt dat er niet één waarheid is, maar dat we dus allemaal onze waarheid hebben. Geloof u dat? Nee, hè? Maar als een man dus nu zegt dat hij geen man is, maar bijvoorbeeld een boom of een puppy, gebeurt dus echt, hè? Dan is dat dus een authentieke waarheid tegenwoordig. Nou, ik kan je verzekeren, dat is woke. Dat is heidens. Woke is het tegenovergestelde van wakker. En alles wat deze beweging beweert te zijn, dat is het precieze tegenovergestelde. De mensheid wordt gigantisch misleid. Zeg het nog een keer tegen je buurman of je buurvrouw. De mensheid wordt gigantisch misleid. We gaan het steeds een eentje verder houden. Zijn er al mensen die weg willen? Nee, nog niet? Bent u nog steeds wakker? Oké, straks komt het goed, hè? Toen Paulus over die heidense wereld sprak, gebruikte hij het woord techne. Weet u dat? Het woord techne. Schrijf het maar even op. Techne. T-E-C-H-N-E. En van dat woord techne is ons woord technologie afgeleid. Dus als we ons van God afkeren, dan worden we uiteindelijk slaven van de technologie. We zullen worden veranderd door onze technologie. Mensen worden minder menselijk en computers worden menselijker. Wat ook typisch is, is het volgende. Het symbool van Baal, wie weet wat het symbool van Baal was? Zijn er onder ons die weten wat het symbool van Baal was? Ja, dat was een stier. Een stier van gesmolten brons. En precies zo'n bronzen stier staat er weer in Amerika en in Europa. Weet u dat? In New York noemen ze dat de Charging Bull, ook wel de Wall Street Bull genoemd. En van diezelfde maker staat er zo'n bronzen beeld van ongeveer 2500 kilo in het brons in Amsterdam, voor de beurs in Amsterdam. En ik denk dat ze geen idee hebben waarom ze dat daar neer hebben gezet, maar het was de bedoeling dat dat hielp om de beurs weer
te liften, dat de aandelenkoersen weer zouden stijgen. Nou, over afgoderij gesproken. He, maar die mensen zelf hadden waarschijnlijk geen idee wat ze deden. Maar die bronzen stier is ook het symbolische beeld van een teken, zou je kunnen zeggen, dat een natie die eens van God afwist, weer van hem afdreef en andere goden is gaan aanbidden. Dat was Baal. Moloch was de tweede. Die is zo heftig, die vergeet ik even. Dat ga ik vanavond niet behandelen. De derde, en dat is dan de laatste ook gelijk, dat is een voorbeeld van een ander afgod. Het is een zij. Het is een godin. In de Hebreeuwse Bijbel wordt haar naam Astarte 40 maal genoemd. Toen heette ze Astarte. Maar het was altijd negatief in verband met afgoderij. Nou, ging je naar Babylon, dan heette ze bijvoorbeeld Ishtar. Maar het was dezelfde afgod als Astarte. In Babel heette ze Ishtar. En zo werd ook de oude stadspoort van Babylon ook wel de poort van Ishtar genoemd. En dat was de poort die in opdracht van koning Nebukadnezar toen werd gemaakt. Nou, je kunt nu nog, je kunt trouwens alles nagoogelen wat ik vanavond zeg, want je kunt het allemaal terugvinden. Maar je kunt nu nog dat voorste deel van die stadspoort, dat is gerestaureerd, dat kun je vinden in het Pergamon Museum in Berlijn. Ging je naar Griekenland, dan heette ze Afrodiet. En de godin van de liefde, van de vruchtbaarheid. De Romeinen noemden haar bijvoorbeeld Venus. Maar in werkelijkheid was dit de afgod van de seksuele immoraliteit. En wanneer dus deze spirit in een cultuur komt, seksualiseert ze de cultuur. Begrijp je al een beetje waar ik heen wil? En zo was immers zij was immers een prostituee, een hoergodin. Nou, kijken we weer terug naar de jaren 60. Dan zagen wij het begin van een seksuele revolutie. We hebben die revolutie gehad. En wat doet nou eigenlijk een hoer? Een hoer haalt seks weg uit het huwelijk en maakt er min of meer een zakelijke transactie van. Dus ze heeft seksualiteit uit het huwelijk gehaald en heeft onze cultuur geseksualiseerd. Dus het is allemaal heidens geworden. Ziet u dat links en rechts op u heen? Dus deze afgod, deze spirit, wil dus onze cultuur verseksualiseren. En het huwelijk wordt hiermee verzwakt. Huwelijken worden er vernietigd. En onze gezinnen lopen grote averij op. Dit alles staat dus op de vingerafdrukken van deze afgod. Wanneer de Grieken haar aanbaden, dan noemden ze haar de grote heilige prostituee. En het woord dat ze in het Grieks gebruikte voor prostituee was ook wel het woord porne. En daar komt natuurlijk ons woord porno vandaan. En zij was ook de godin van het occulte. En het is niet voor niets dat sinds de jaren 60 er ook een opleving van het occulte is ontstaan. Van New Age tot heksenverering. En de oude waarschuwing is dat je dus niet alleen individueel van God kunt afkeren, maar zeker ook in het collectief. Maar als je dat doet, blijft het dus niet leeg en zullen die geesten weer terugkomen. Nou, we kunnen nog een stukje verder gaan. Zijn jullie nog steeds wakker? Ja? Niet bang worden. Het is bedoeld ter opbouw, omdat als we de strategie van de tegenstander kennen, kunnen we er beter op acteren. Want je gaat dingen herkennen. Dit is onderwijs vanavond om de dingen te herkennen. Niet om ons te laten imponeren, maar wel om steeds standvastiger te worden en meer wortel te schieten. Amen. Het wordt nog even heftiger, maar dan daarna positief, hè? We kunnen dus nog even een stapje verder gaan. Als je naar de oude tabletten gaat van Mesopotamië, dus het oude Irak, zo ongeveer in die buurt, dan zie je iets vreemds aan deze godin. En aan deze tovenares, zou je kunnen zeggen. De godin van de seksualiteit. Want ze zegt iets bijzonders. Ik ben een man en ik ben een vrouw.
Een van de hymnen, je kunt het ook weer allemaal nakijken, zegt: O jij grote godin, jij hebt de macht om een man in een vrouw te veranderen en een vrouw in een man. Begrijpt u nu dat wat u om u heen ziet gebeuren in de wereld, het werk is van deze spirit, van deze geest? Het verandert natuurlijk niet in één dag, zo'n cultuur. Daar zijn deze spirits te slim voor. Het gaat heel geleidelijk aan. Beetje bij beetje. Dat is de tactiek. Maar zodra ze grip hebben op een bepaalde cultuur, zodra ze de seksualiteit uit de context hebben gehaald, dan kunnen ze beginnen met het diepere werk. Dus de grens tussen man en vrouw, tussen jongen en meisje, vervaagt. Wat doet die spirit? Ze verwart. Een van de oude inscripties zegt dat deze spirit de mannelijkheid wegslijpt bij de mannen. De mannelijkheid wegslijpt bij de mannen. Zijn we nog wakker? Ja. Dus zie je die geest in onze cultuur? We hebben dus nu een geest, en dan zeg ik het even kort door de bocht, maar die mannenhaat tekeer gaat tegen mannen, mannen ontmaskert en probeert mannen te verwijderen uit hun roeping om vader te zijn, om man te zijn, om echtgenoot te zijn, om beschermer te zijn. Ja? En daar proberen ze het van te verwijderen. En tegelijkertijd verandert deze spirit dus vrouwen in bijna mannen. Dus er is een geest in onze cultuur die vrouwen ontvrouwelijkt. We moeten het zien, hè? We moeten rijp worden. We moeten de strijd kunnen aangaan. Amen? Een gebedstrijder. En door ze weg te duwen van vrouw zijn. Dat is de tactiek. Dus de godin was vrouwelijk, maar had mannelijke eigenschappen. Maar haar krachten gaan dieper. Want deze godin had een mysterieus priesterschap. Dat werd ook wel de Azunum genoemd. En dat waren mannen verkleed als vrouwen met jurken en met vrouwelijke make-up, die vervolgens dansten rondom een bepaald gebeuren. En ouders, en die brachten hun kinderen mee in die tijd, en die lieten dus dat die dansen met deze, ja, wat waren het, mannen of vrouwen. En als je dit dus in onze cultuur ziet terugkomen, dan weten we dat deze spirits weer terug zijn. Dus dit is wat er gebeurt als mensen zich van God afwenden. Er is geen grijze zone. Het donkere wordt donkerder en het lichte wordt lichter. Amen. Maar ze zullen proberen een hele generatie kinderen te bezitten. En zo worden dus onze kinderen, als we niet oppassen, op school onderwezen. Niet meer in onze vader, maar wel om verward te worden over hun identiteit. Ja, toch? En zo worden dus onze kinderen bijvoorbeeld geconfronteerd met drag queen mannen. En die zitten, kleden zich in jurken, zelfs met baarden, die sterk geseksualiseerde verhalen vertellen. En ja, als jongeren worden ze dus volgestopt met allerlei onzin, zodat er geen ruimte meer is voor het vrije denken en het nadenken over de grote levensvragen. Dat is de tactiek. Kortom, het groepsdenken wordt gepromoot. En nu vragen zelfs niet alleen christenen, maar ook niet-christenen zich af: waar heeft het nou in onze cultuur kunnen misgaan? Wat maken we nou mee? Wat zien we nou eigenlijk feitelijk gebeuren? Nou, wij vanuit het evangelie hebben antwoord op die vraag. Amen. En dat is dit wat er gebeurt. Wij zijn voor, niet tegen mensen, ik heb het al gezegd, elk mens is zeer waardevol, is een schepsel van God. Wij veroordelen hier vanuit de levende steen helemaal niemand. Ben je man, vrouw, jong en oud, geel, blank, bruin, zwart, hetero, homo, je bent hier meer dan welkom in de levende steen. Maar we hebben wel te vechten tegen machten en krachten die hierachter zitten. Amen. En we moeten dit leren zien wat die strategie van de vijand is. We willen het er niet elke keer over hebben, we willen hem niet groot maken. Maar als wij die strategie kennen, kunnen we er beter op acteren. Nou, deze Astarte, Ishtar, Afrodite, of hoe je haar ook wil noemen, was tevens de godin van de parades.
Ze liet mensen paraderen door de stad. En ik kan je vertellen, dat is terug. En het gebeurde onder het oude teken van de regenboog. En dat we nu dus overal 6-kleurige in plaats van 7-kleurige regenbogen zien, ja, dat is niet natuurlijk. Dat is niet natuurlijk. Notabene, de president van Amerika gaf op 1 juni 2021 een proclamatie uit waarin hij alle Amerikanen opriep deze 6-kleurige vlag om daarmee te gaan zwaaien. En het is nog maar een paar maanden geleden dat in juni deze maand bijna op elk gemeentehuis in Nederland deze vlag opgehangen werd. En ik weet niet of dat het u is opgevallen, maar als je tegenwoordig naar de logo's kijkt van grote bedrijven, grote werkgevers, corporate bedrijven, dan zie je in menig logo die 6-kleurige vlag terug. Maar hier zit een heel mysterie achter dit gebeuren. Want die regenboog behoort namelijk tot onze God. Dus dit verdraaien van die regenboog van 7 in 6 kleuren is interessant, omdat de mythologie zegt dat goden in staat waren dingen te stelen van andere goden voor hun eigen gebruik. Nou, dat is wat we nu zien gebeuren. En om dan massaal de veranderende regenboog voor het aangezicht van God, Yahweh, de schepper van hemel en aarde, de Godse, is in mijn beleving redelijk gevaarlijk. Het is alsof je symbolisch de westerse wereld overdraagt aan deze geestelijke machten. Amen. Dus wat is de agenda van deze geesten? Wat is hun eindspel? Vraag het even aan je buurman en je buurvrouw. Wat is nu de agenda van deze geesten? Wat is nou de agenda van deze geesten? Wel, ze werden in de oude wereld, 2000 jaar geleden, dus eruit gegooid door het woord van God. Door de Heilige Geest. En dus zullen ze proberen het woord van God te verwijderen uit onze cultuur. Ze werden eruit geworpen door gelovigen. Dus ze hebben uiteindelijk het doelwit gesteld op u en op mij. Dat is goed om ons te realiseren. Maar hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Amen. En daarom zullen ze tegen u en tegen mij opkomen door een einde te willen maken aan godsdienstvrijheid. Dat is de agenda waar het op afstevend. Waarom? Omdat ze er werden uitgeworpen door het evangelie, door onze redder Jezus Christus. Nou, herken dus de geestelijke strijd waarin wij zitten. Weet in wat voor strijd we zitten. Ze veranderen onze cultuur niet in één keer, maar stapje voor stapje. Stapje voor stapje. Het gaat heel venijnig. In eerste instantie leek het allemaal redelijk. Toen ging het over tolerantie. Dat was de eerste stap. Nou, dat klinkt toch goed, hè? Tolerant zijn voor een ieder. Iedereen mocht meedoen. Nou, dat klinkt redelijk goed. Maar die tactiek was een tactiek om binnen te komen. En want als die geesten eenmaal binnen zijn in onze cultuur, dan gaat tolerantie, dat kunt u van mij aannemen, op een gegeven moment echt de deur uit. En als ze eenmaal aan de macht komen, dan gaan we herinnerd worden aan de dagen van Izebel en van Baal. Dus als ze eenmaal aan de macht komen, dan verandert, en dat moet je even goed zien wat er nu gaande is in de wereld, de cultuur van tolerantie gaat veranderd worden in de cultuur van cancelen. Dus we gaan van een tolerante cultuur verschuiven we naar een cancelcultuur. Hun strategie is gericht op wereldwijde controle. Middels één wereldregering, middels één wereldmunt. En ze willen de mens en de techniek laten samengaan. Natuurlijk verkopen ze dat met allerlei voordelen, maar het liefst door de mensen te veranderen in biocomputers. En we praten dan over het zogenaamde transhumanisme. Gecontroleerd zo mogelijk door AI, dus door kunstmatige intelligentie. En het is de agenda, wat is de agenda van hun? Centralisatie van macht, van globalisering en van het schrappen van vrijheid. Ze streven naar totale controle over alles en iedereen. En daarom zien we
links en rechts om ons heen een toenemende mate van censuur en een toenemende mate waarin het vrije denken en de vrije meningsuiting onder druk komen te staan. Zij willen uiteindelijk dat elke knie, alles en iedereen, gaat belijden dat zij God zijn. Net zoals ten tijde van Nebukadnezar, net zoals ten tijde van Baal, Moloch en Astarte. Ze willen ook dat iedereen hun festivals gaat vieren. En iedereen die tegen hen opkomt, die zullen ze willen cancelen. Maar, onze apostel zou zeggen, ik hou van het woordje maar. Hoort u hem het hem zeggen? Nou, vanavond zeg ik het, maar. Zeg even tegen je buurman en buurvrouw, maar. Dit was de strategie van de vijand. Maar. En waarom houdt onze apostel van het woordje maar? Omdat alles wat achter maar komt, zet het voorgaande in een totaal ander licht. Amen. Maar u en ik, wij hier in de levende steen, dienen de God van hemel en aarde. Van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. Hij heeft altijd het laatste woord. Een mens kan misschien iets denken te gaan doen, of dat hij nou misleid is of verleid is, maar God heeft altijd het laatste woord. Dus het gaat er niet om ons nu bang te laten maken, maar dat we ons niet laten beangstigen. Ja, natuurlijk hebben we te dealen met misleidende geesten. Natuurlijk hebben we te maken met allerlei verleidingen. Natuurlijk, dat zien we om ons heen. Maar wij zijn echt wakker. Amen. Dus wat moeten we doen? Nog een keer aan je buurman en buurvrouw. Nou komt het. Wat moeten we doen? Nou, wat denkt u? Niet zo moeilijk, hè? Nog dichter bij God, nog dichter tegen God aankruipen als wat u en ik al doen. Plaats God boven alles wat met deze geesten te maken heeft. Ja? Geef ze geen voet. De duivel is onder onze voet. Maar in de kern is het een opwekking die onze enige hoop is. Een opwekking is onze enige hoop. En daarom zijn wij een evangeliserende gemeente. Willen we ambassadeur zijn, zijn we het ook van de Heer. Want we moeten nu echt in opwekking gaan staan. Amen. U en ik zijn geschapen voor deze eindsprint. Ja? En dat is waar het om gaat. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen de immoraliteit enorm zal toenemen. Maar God zegt ook, dat in de laatste dagen hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Als het donker wordt, dan is het tijd dat uw en mijn licht, het licht van God, nog verder gaan branden. En ja, het donker verwijdert het grijs om nog donkerder te worden. Maar wanneer het kwaad tot erger wordt, dan is het tijd voor u en van mij om van goed naar geweldig te gaan. Amen. En het is dus net als bij een kaars. Er zijn dagen dat je hem nauwelijks ziet, maar in de nacht verlicht het heel je omgeving. God heeft je geroepen, jou, u en mij, om die kaars in de nacht te zijn. Dus wees niet bang voor deze eindtijd. God riep jou voor deze eindtijd. Hij riep je voor deze tijd, voor deze eindsprint. Want als hij je niet in deze eindtijd had gewild, dan had hij je wel in een andere tijdsbedeling geplaatst. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen of in een ander tijdsbestek. Nee, hij heeft u, jou en mij specifiek met een doel hier nu in deze periode geplaatst. Amen. En als hij je heeft aangesteld, dan zal hij je zalven. En als hij je zal zalven, dan zal hij je machtigen. Amen. Dus wees wakker. We zijn echt wakker. Want vertel tegen je buurman dat we in Bijbelse tijden leven. Gefeliciteerd. Je hebt het. Het is gekomen, zou onze apostel zeggen. Dit zijn de opwindende tijden. Zie het ook als boeiend. Amen. Wie van jullie kijken wel eens naar een film? Oké, wat is dan het meest spannende deel van de film? Het einde, hè? De laatste 15 minuten. God plaatste jou, u en mij, figuurlijk gezien, in deze laatste 15 minuten. Dus, als de tijden
van Baal, van Moloch en van Astarte terugkomen, welke tijden zijn het dan ook? Dan zijn het ook de tijden van Elia. Amen, amen. Hey. Dus als deze duivels terugkeren, ja, dan is het ook de tijd dat de Elia's terugkeren. Amen. En het is dus tijd voor u en voor mij om u te ontwikkelen tot een Elia. Amen. Ja. Dus we kennen het lied, we hebben het al zo vaak gezongen. Dit zijn de dagen van Elia. Maar de Heer zoekt nu echt mensen. En ik hoop dat jij en u er zo zijn die echt volledig voor hem willen gaan. Amen. Want het is nu de tijd dat God zich machtig zal openbaren aan u en mij. Amen. Mozes stond tegenover deze goden. Ja. Hij stond tegenover de goden van Egypte. Amen. En hij won. Elia stond tegenover deze machten. Ja, toch? En zo was het ook met Jeremia, met Daniel, met Paulus en met de eerste christenen 2000 jaar geleden. Weer een keer even naar je buurman. Nu is het onze beurt. Nu is het onze beurt. De bal ligt op de stip. Nu moeten wij in actie komen. Dit is de tweede ronde. De tweede ronde. De tweede ronde, Kees. Ja, welke tweede ronde dan? Wel de tweede ronde van het Bijbelboek Handelingen. Amen. Want dat is het vervolg. En dat is eigenlijk wat het is. Dus de tijd die u en ik nu meemaken, is de tweede ronde. Amen. Dat gaat nu gebeuren. We hebben te dealen immers met dezelfde dingen. Is het u opgevallen dat nu aan het einde, zeg maar, alles weer terugkeert naar het begin? Dat is opvallend. In de begintijd had je Israël. Toen een hele tijd niet. Sinds 14 mei 1948 hebben we weer Israël. In Bijbelse tijden hadden we Jeruzalem. Toen een hele tijd niet. Het is een dorre vlakte zelfs geweest. Maar nu staat Jeruzalem weer helemaal op de kaart. Amen. En je had toen een heidense wereld. En dit is waar de wereld weer naartoe teruggaat. Naar het heidendom. Maar als je een wereld hebt die teruggaat naar wat het was, dan hebben we hopelijk toch ook een kerk die weer teruggaat naar wat het was. Amen. Dus we gaan weer terug naar de tijd van handelingen. We moeten gaan staan zoals de eerste christenen stonden. We moeten vechten zoals ze toen stonden. Amen. Want jij, u en ik hebben de Heilige Geest ontvangen. Dus leef door de geest, inspireer je door de geest, overwin door de geest. Ja? En het was de Heilige Geest die de leiding had bij de eerste christenen om deze geesten te verjagen. Nou, dat gaat nu weer gebeuren. Amen. En jij en ik hebben dus diezelfde geest, de Heilige Geest. Jij en ik moeten daarnaar leven. En je hebt de naam die deze goden verdreef. Jezus Christus. De redder en verlosser. Amen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand anders is hij, alleen God. Amen. De wereld nu wil hebben dat u en ik zwijgen. Dat we onze mond houden. Maar als ze dat vinden, dan moeten wij luider gaan spreken. Ja. Maak je bekend als een ambassadeur van de Heer. Schaam je niet voor het evangelie. Neem je stand in. En zeg, ik zal niet buigen, anders dan uitsluitend en alleen voor de God van Israël. Laat je niet onderdrukken, achtervolgen, om of om je te verleiden tot allerlei compromissen te gaan. En laat je niet in verlegenheid brengen je te verzwakken of te verwonden. Nee, het is tijd om je stand in te nemen tegen de duisternis en te zeggen, ik zal niet buigen voor je gebondenheid. Ik zal niet buigen voor je angst. Ja, en ik zal niet buigen voor je somberheid. Amen. Buig alleen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. U en ik hebben die autoriteit.
Het is tijd om in naam van Jezus te zeggen, ga weg uit mijn land. In de naam van Jezus te zeggen, ga weg uit mijn land. Ga weg uit ons continent. Ja? En ga weg uit mijn huis. Ga weg uit mijn familie. Ga weg uit mijn leven. Want groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Amen. Prijs de Heer. Amen. Wat zegt de Heilige Geest tegen jou door deze boodschap? Neem een bewust moment om hierover te mediteren. Wil je met ons connecten? Ga naar lsm.nl of onze socials. En mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op ons kanaal, want dan ben je altijd op de hoogte. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.